Hallo dames en heren, welkom bij een nieuwe video. Ik ben weer met Stoertje 20, met Samuel Hofman. Ja, gewoon Samuel, van Alleen Gamer. Abonneer op mijn kanaal en op zijn kanaal en like deze video. Maar we spelen natuurlijk een dierentuin. Mijn motten met mijn goofmop. Dit is ons hof met de zeekoeien. Er zitten garnalen, vissen, de snoeken en van die andere mooie vissen. Kreeften, krabben. En de zeekoeien. En kijk dan, ik geef een rondleiding voor op. Dit is het grote gedeelte, het buitengedeelte een beetje. Ja, hier kunnen ze lekker zwemmen met z'n allen, de mooie natuur. Hier is een vleemde solo. Hier nog een boom. Ja, we hebben nog meer verblijven. En dit is het andere verblijf die samen wel heeft gemaakt. Het hele hoge verblijf is dit. Ja, en die is een beetje wat... Met glas en zo. En hier komen ook zeekoeien. Hier een beetje om te relaxen. En daar kunnen ze echt gewoon chillen en zo. Het zijn van die chillbeesten. Maar ja, heftig water. Hier is zo'n boompje gemaakt. Maar ik geef nog wel meer rondleiding. Hè? Hier. We hebben hier een raccoon ook van de wasberen. Hier liggen ze allemaal gewoon tuffig te doen. We hebben modder met allemaal vis hier. En dan hebben we hier zo'n vet waar de raccoenen kunnen hier onderdoor. Hier zit er al eentje zo te zien. Maar je zit hier dan te relaxen daar. Komt ze relaxen hier. Ja, dat doe ik nu. Ze zitten nu in de buizen sommige. Maar dan kan je niet verder zien. Dan weet je wat je dan doet. Dan ga je hierheen. Ga je gewoon uit de hoop. Hier, kijk. Dan ga je gewoon hier. En dan ga je gewoon zo. En dan loop je zo. Ja, je mag eigenlijk niet zo. Ja, oké, dat is wel waar. Maar zo kan je gewoon helemaal hok zien. En dan hebben jullie ook een raccoonhok gezien. Nu gaan we verder naar het hok van de fishing cats. Dit zijn de fishing cats. Hier zie je er al eentje lopen. Daar zie je er ook al eentje. Daar zie je er twee liggen, maar... Hier zitten ook allemaal snoeken bij hun, maar dat zijn van die rustige katten die gewoon lekker veel rennen met z'n allen in dit hokje. Ze zijn heel klein, dus hebben ze niet zo'n groot hok nodig. En die hebben het wel naar hun zin, volgens mij, hier zo. Eentje is een beetje dood. Ja, hier, kijk. Hier zijn de kikkervisjes, die moeten nog groot worden. Maar heel veel kikkervisjes zitten daarin. Ja, er moeten nog kikkers worden, maar die heb je hier zo. Die zijn ook lekker relaxed. En... Nu gaan we door naar een heel vet hok. Jullie zien al hier dat het best groot is en best interessant. Dit is het jaguar hok. Hier heb je één jaguar hier zo liggen door het gras, naast het water. En die andere jaguar, hier is nog een jaguar. En de andere jaguar, we hebben er drie. En hier liggen ze liggen vaak tussen het gras te liggen, vinden we ook een vet hok. En we hebben hier zo'n binnenhok, waar ze hier binnen kunnen gaan liggen. Dat heb ik gemaakt, maar we maken alle hokken zo. Ja? Oké. Wat dan? Oh ja, het hertenhok. Dit is het hertenhok, die hebben we gemaakt. Hier hebben we hebben daar allemaal water met snoeken erin. En hier hebben we allemaal herten die gewoon hier zitten te chillen. Ja, dat is een beetje een saai hok, vind ik. Ja, is goed. Hier is het apenhok. Die apen die lopen altijd met z'n allen te chillen. Hier, of ze zitten gewoon. Maar waar is het water voor de apen? Oh ja, hun hebben geen water. Want hun hebben het niet nodig. Ja, ik ga even een beetje water maken bij de aapjes. Waar zou ik het doen? Ja, ik denk hier zo ernaast. Ik ga even water hier zo maken. Oké, dames en heren, ik ben even dit aan het doen, omdat het water niet gaat lekken. Waarom is de icon lekker? Dus dan moet ik even dit doen. Want dit is waar we vergeten te doen. Water voor de apen, want anders sterven ze van de dorst, denk ik. Maar hier gaan we even water doen, maar geen vissen erin. Nou, ofwel. Ja, ik denk gewoon snoekie erin. Ja, of zoiets. Nee, die mooie vis. Ga ik erin doen. Die echt licht geven. Ja, grapje. Nee, kut! Ik heb water gelegd. Maar het is weg.
Ja, die laat ik ze daar zien. Dit is het ook met de apen dus. Wacht even staan. Ja, maar ze mogen wel in het water. Oh, hier hebben we van die rievelers. Mooie visjes. En nu gaan we verder naar het hok van de. Wat is dit? Oh, dit hok heeft Samuel gemaakt, het krabbenhok. Samuel, er ontsnappen sommige krabben. Ik maak het ook even wat hoger hier. Ze kunnen eroverheen klimmen, letterlijk. Maar hier is dus het krabbenhok, die heeft Samuel gemaakt. Ze kunnen hier zo eronder helemaal zo vet. En hier hebben ze water en zo, ze hebben echt een sierhok. Maar die krabben die zitten hier gewoon te chillen. Ja, dus dadelijk komt echt een vet hok hoor. En dit vinden ze eigenlijk het allervetste hok. Het krokodillenhok. Hier hebben we een krokodil. Ja, kijk hier. Hebben we hier. Hier. We hebben hier slangen. En we hebben schildpadden. Die schildpadden liggen hier altijd. We hebben krokodillen. Twee krokodillen hierin. Zo hele grote krokodillen. We hebben snoeken erin. Allemaal van die snoeks. Sommige zitten op het land. Dat moet even niet. Maar we hebben dus twee krokodillen. Eén krokodil zit daar zo in de hoek te liggen. En die andere krokodil zit hier gewoon zo te zwemmen een beetje. Maar krokodillen die rusten heel vaak bij die bomen. Soms liggen ze hier. Hier. Ja, met de krokodillen liggen hier gewoon te chillen. Maar ja, dit was de rondleiding van de dierentuin. Want dit was het wel. Dus misschien maak ik ooit nog zo'n video omdat we nog verder gaan met de dierentuin. Maar adios, amigo.